Ik ben opeens ingelicht dat er elk kwartier een trein naar het zuiden gaat. ProRail en de NS namen vanochtend een XL-informatiebord in gebruik op Leiden Centraal. Het reisinformatiescherm is 6 meter breed en 2 meter hoog en hangt bij de toegangspoortjes aan de centrumzijde van het station. We hebben gehoord van de reizigers dat ze graag nog aanvullende grotere schermen willen. Vroeger op Utrecht Centraal had je een groot klappenbord. Om die reden is er gekeken naar een digitale versie. Daar is deze versie uitgekomen. En toen is er gekozen om dat op alle grote stations uit te rollen als een soort extra service voor de reiziger. Op het bord zijn alle vertrektijden en reisadviezen van de treinen die in het komend half uur Leiden aandoen te zien. Ik vind het heel handig, want ik draag normaal een bril. Maar dat doe ik dus nu niet meer. In plaats van dat we naar binnen gaan of via de mobiel kijken van hoe laat we daar moeten zijn. Dan is het al handig dat we niet inchecken en naar binnen gaan. Maar dan hebben we ook tijd om buiten te even blijven staan en dan wachten op ons tijd. Ik moet wel zeggen, ik liep hier naar binnen en ik zag wel meteen mijn trein staan. Ik dacht, ah fijn, ik weet meteen wat er aan de hand is. Het is wel een vooruitgang, want andere stations hebben die oude borden nog. En nou denk ik, dit is wel toch wel, zeker ook voor oudere mensen, wat ik al een beetje ben, een beetje. Ik denk dat het wel duidelijk is nu. Eerst al die kleine schermpjes, je kan nu gewoon zien waar je heen wil.